De Vereniging van Oosterwijkse Spelers brengen dit jaar in het 75-jarige Natuurtheater de Zomertrilogie onder leiding van regisseur Anneke Schreuder. Leonardo zegt dan, waarom leg je niet op je kaarten, Jacinta? Iedere zomer gaat de gegoede burgerij op vakantie naar hun buitenverblijf. Decadentie, feesten en leven op krediet zijn onder andere de drijfveren van deze personages. En als je altijd van me blijft houden, kun je alles van me krijgen. De een doet niet onder voor de ander. Oh, lieve Jacinta! Victoria! Oh, hoe is het? Oh, sorry dat ik kom storen. Oh, jij stoort nooit. Hoe is het met je? Goed. En met jou, wat zie je er schitterend uit. En jij dan? Een balsem voor het oog. Oh, dank je. Ik heb alleen geen oog dicht gedaan vannacht. Een balsem voor het oog. Oh, ik weet ook niet wat ik heb. Oh, wat ik nog leef zeg. Ik heb bijna niets gegeten. Oh? Heb jij een nieuwe jurk? Ik heb een nieuwe jurk laten maken. Helemaal volgens de laatste mode. Volgens de laatste mode? Ja. Een mariage. Een mariage? Ben je jaloers? Nee, ik ben helemaal niet jaloers. Ik vind het juist heel erg leuk dat je erin hebt. Wil je de enige zijn die erin heeft? Nee, natuurlijk niet. Iedereen moet lekker doen waar hij zin in heeft. Ik zorg dat mijn mariage op tijd is. Ik betaal ervoor. Maar iedereen betaalt er op tijd? Nou, niet iedereen is zo netjes als wij. Ook tijdens de vakantie slaat de verveling toe. Rumors spread around in that Texas town. About to check outside again. Ook aan goede raad ontbreekt het niet. Leonardo is een fatsoenlijke jongen. Hij is keurig opgevoed. Van goede komaf en niet onbemiddeld. Hij geeft inderdaad wel eens wat te veel geld uit, maar goed, hij komt vast en zeker nog wel tot inkeer. Je hoort wie het zegt. Ik ben geen haar beter, bedoel je? Geef hem haar hand. En als je wilt en zo niet, dan niet. Ik geef hem haar hand als zij dat ook wil. Nou, dat weet ik wel zeker. Weet jij iets meer dat ik niet weet? Filippo, een vader zou zijn familie in de gaten moeten houden en met maar één dochter zou dat niet zo'n probleem moeten zijn. Ze is een vrouw. En hoe verstandig en intelligent ze ook is, tussen haar en Leonardo zijn al intimiteiten uitgewisseld. Intimiteiten? Ja, intimiteiten. Ja, inderdaad, ja. En godzijdank is het een echte heer. Och, nou goed, ik ben jullie zeer erkend. Nou goed, we zullen zien. Is er iets? Nee. Nee, niet. Nee, er is niets. De ander is verliefd. Waarom ga je hem uit de weg, Jacinta? Ik heb van alles te doen. Natuurlijk. Jacinta, alsjeblieft, zeg iets tegen me. Het is schitterend weer en we genieten van deze heerlijke vakantie. Dat bedoel ik niet. Wat vond je van het souper van gisteren? Interesseert me niet. Ik hoop dat de lunch van vandaag van evenveel smaak getuigt als het diner van gisteren. Niet anders, jij woont hier. En we gingen een kijkje nemen bij de decorbouwers. En dit is de maquette die Angelique Mols gemaakt heeft in overleg met regisseur Anneke Schreuder. Naast mij staat de coördinator van de decorploeg, Peter Schilders. Peter, wat gaat het worden allemaal? Kun je even uitleg bij geven wat we hier voor ons zien? Nou, het wordt een heel leuk decor. Normaal is dit een plattegrond van het Natuurtheater. Dus het publiek zit hier en die kijken dan zo tegen de manquette aan. Het wordt een landschap met allemaal zit-woongemeenschappen erin. Eens vijverachtig gedeelte en andere allemaal woongemeenschappen met families erin. En als je nou eens kijkt, dit is zo'n verdieping. Die ligt hier. Die ligt daar zo. En dit hierachter, dat golvend landschap, dat staat daarop gesteld. En daar komt allemaal gras op. En hier komt waarschijnlijk vloerbedekking in, dacht ik, Huub. Hè? Ja. En dit is het speelplan, dus het hele speelplan.
staat helemaal vol met decor. En dan wordt het verder nog opgeleukt met een hangmatje en ijzeren hekwerkjes en versierselen. Maar dit is de basis, het begin van het decor. En het orkest, waar is dat? Waar zit dat? Het orkest zit hier. Zo zit het orkest. Ja. Zij houd ik nog even een vraag. Het zijn gigantische stukken die ik allemaal zie staan. Hoe krijg je die naar het theater geplaatst? Dat doen we op een vrachtwagen. Ja. En deze keer zal die vaak moeten rijden, want het is veel volume en weinig gewicht. En het moet natuurlijk wel onder de spoorlijn door kunnen in verband met de bovenleiding. Hè? Maar dat lukt allemaal wel. En dan brengen we zaterdags voor Pinksteren brengen we het over naar het Natuurtheater. En dan speelt Trap Af nog mee Pinksteren. En dan breken hun af en wij bouwen op. En hoe lang gaan jullie dan bouwen? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Oh, een kleine week. En dan is het al gedeeltelijk klaar. En dan kunnen de spelers ook wennen aan een decor, zeg maar. En ik heb begrepen dat dit hele decor, met name wat we hier zien, wordt gebouwd over de vloer die er nu ligt. Ja, over de vloer, ja, die er nu ligt. Klopt. Want dat pad wat je hier ziet, dat is eigenlijk dat grind. En tenslotte vroegen we aan voorzitter Kees van Elderen van de Vos wat we dit jaar van de Vos kunnen verwachten. Ja, wat kunnen we daar verwachten? Het is een spel uit de 18e eeuw, geschreven in de 18e eeuw door Carlo Galdoli. Het is een komedie. En de Vos heeft daar een muziektoneelstuk zeg maar, van gemaakt, een muziektheater van gemaakt. Met liedjes, muziek. En het karakter van het spel blijft daar uitstekend in overeind, moet ik zeggen. Ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat het stuk eigenlijk ook al past in deze tijd. Ja, het past zeker in deze tijd. Het is wel uit de 18e eeuw. Maar de situatie is, net als de geschiedenis herhaalt zich, is ook op dit moment weer heel actueel. Want het is tijd van crisis. En mensen willen toch daar niet aan toegeven, houden de schijn op en proberen daar toch het beste van te maken. En daar juist gaat dit stuk ook over. Er zit natuurlijk ook een orkest bij. Hoe groot is het orkest wat erbij is dit jaar? Ja, muziek hebben we veel aandacht besteed. Het orkest bestaat, moet ik even denken, ik dacht uit 6 mensen. Maar het kunnen er ook 7 zijn. En het zijn blazers ook en gitaar. En alles zit er eigenlijk bij. Dus het is een breed orkest. Is het stuk geschikt, zoals dat altijd gezegd wordt, van de Vos voor jong en oud? Ja, dit stuk zeker. Want het is komisch. En ook jongeren en ook wel ouderen kunnen daar volop plezier aan beleven. Nou, de speeldata, wanneer wordt er gespeeld door de Vos? Oei, dan moet ik even denken. Het is in ieder geval de laatste zaterdag van juni. Dan is de première. Zondagmiddag spelen we dan. En in de eerste 2 weekenden van juli, op vrijdag, zaterdagavond en op zondagmiddag weer. Dus 3 matinees en 5 avondvoorstellingen. Ja, 8 voorstellingen in zijn totaliteit. Waar kan ik aan kaarten komen? Kaarten kun je verkrijgen bij tabakzaak Paimans in het centrum van Oosterwijk. En verder via www.vos-oosterwijk.nl. En natuurlijk bij elke voorstelling aan de kassa. Zijn er nog bijzonderheden van je zegt van jullie moeten allemaal komen kijken naar de Vos in verband met het 75 jaar bestaan? Ik noem maar even wat. Ja, bijzonderheden zijn er altijd, want we maken altijd een bijzonder stuk. Dus wat dat betreft is het ook dit jaar weer heel bijzonder. We hebben hier net al rondgekeken bij het decor. Dat wordt ook heel bijzonder. Muziek is bijzonder, dus het is eigenlijk een heel leuk geheel. Voor iedereen geschikt en jullie zijn allemaal van harte welkom.